Voorzitter, in een democratie is er geen hogere autoriteit dan die van de kiezer. En die van de volksvertegenwoordigers die beloofd hebben de uitslag van een tussentijdse raadpleging van de kiezer te zullen respecteren. Elke zwenking, elk geitenpaardje dat gezocht wordt om iets anders te doen dan de kiezers wilden, doet afbreuk aan onze democratie. En is daarmee ook in strijd met de belangen die de minister-president zegt te willen verdedigen. De premier heeft de deadline van 1 november niet gehaald. Als de Kamer zichzelf serieus neemt, dan kan ze niet akkoord gaan met het weergeven van een heronderhandelingsmandaat. De meerderheid van de Kamer heeft de burger beloofd de uitslag te respecteren. De eerste heronderhandeling veroorzaakte al een forse vertrouwensbreuk met de burger. Een tweede heronderhandelingsmandaat is onbestaanbaar. De dreigementen over Russische beren die uit hun winterslaap ontwaakt zouden zijn, wat een ondertekening noodzakelijk zou maken, zijn vormen van politiek theater. Het wringt dat de minister-president de Russische beer als doorslaggevende reden noemt om het Oekraïne-verdrag te ondertekenen. Want diezelfde minister-president loopt zich het vuur uit de sloffen om Nederland om te vormen tot een gasrotonde voor Russisch aardgas. Wie niet afhankelijk wil zijn, voorzitter, stopt met gas kopen bij de Russische beer. Dat helpt. Een vrijhandelsverdrag met Oekraïne niet. En we hebben eerder krachttermen en dreigementen gehoord rond verdragen, voorzitter. Mag ik u in herinnering roepen wat minister Brinkhorst en premier Balkenende in 2005 zeiden? Een tegenstem tegen de Europese grondwet zou op termijn funest zijn voor Nederland. Ze zeiden: op den duur gaat in Nederland dan het licht uit en dan zetten we ons land op slot. Europa werd volgens hen geen superstaat, omdat het Europese parlement juist meer bevoegdheden krijgt. Het zou democratischer worden. Het tegendeel na 11 jaar bleek. Balkenende waarschuwde voor de gevolgen van een nee tegen een Europese grondwet. Het was volgens hem naïef om te denken dat een nee zou leiden tot nieuwe onderhandelingen met een beter onderhandelingsresultaat. Ik citeer: die andere landen zullen zeggen, je hebt nu dit bereikt, je hebt je referendum niet gehaald, dan moet je maar op de blaren zitten, voorzitter. Einde citaat. Een juridisch bindende verklaring bij zo'n vrijhandelsverdrag is niet meer dan een bliksemafleider voor binnenlands gebruik. Met geld van Nederlandse banken en kredietverzekeraars werden enorme megastallen mogelijk gemaakt in Oekraïne, het meest corrupte land in Europa. Dit vrijhandelsverdrag gaat deze schandvlek niet uitwissen, maar groter maken, voorzitter. Het Oekraïne-verdrag maakt, net als CETA en TTIP, de situatie erger. Het verdrag verdient niets anders dan een deugdelijke intrekkingswet. Is de kwestie rond het Oekraïne-verdrag een kwestie die groter is dan Nederland alleen? Voorzitter, als er iets groter is dan wij zelf, is het onze democratie die bescherming verdient tegen handelsakkoorden met corrupte landen als Oekraïne. Wie zegt angst te hebben voor een Russische beer die uit zijn winterslaap ontwaakt zou zijn, doet er goed aan geen confrontatie te zoeken, maar die te mijden. Regeren is vooruitzien. Negeren is de kop in het zand steken. En ook in dat kader, voorzitter, ben ik voorts van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Beertema namens de PVV.